Hier maken we een heerlijke varkenshaas met geitenkaas. En daarvoor snijden we de varkenshaas eerst in de lengterichting doormidden. Dan heb je ongeveer een dikte van 1,5 tot 2 centimeter. Dan bestrooit royaal met peper en zout en een klein beetje chilipeper. Dan gaat wat bieslook overheen, gevolgd door de plakjes geitenkaas. Klein beetje bieslook en dan gaat de andere helft van de varkenshaas bovenop. Dan leg je plakjes pancetta dakspansgewijs op een plank en daarin rol je dan de varkenshaas. Dan maak je er een rollade van, het touwtje onderdoor te halen, vast te knopen, een paar keer te herhalen en dan ook de lengte richting een touwtje vast te zetten. Dan kwast je de varkenshaasjes rondom in met olie. Dan leg je ze in de ovenschaal en dan zet je ze 10 minuten in de voorverwarmde oven. Op 220 graden zet je de oven uit en laat je nog 5 minuten rustig nagaren. Dat is heerlijk met gebakken aardappeltjes. Eet smakelijk!